Als je met één druk op de knop een foto kon sturen naar de politie van iemand die je door rood ziet lopen, zou je dat dan doen? De mensen die voor al deze foto's hebben gezorgd, vonden dat blijkbaar geen probleem. Het is een project van kunstenaar Dries de Poorter, waarmee hij exposeert bij MU. De foto's zijn het resultaat van The Jaywalker, een installatie waarbij je meekijkt op verkeerscamera's en dus mensen kunt aangeven bij de politie. En verreweg de meeste van ons drukken op die knop. Dat hangt eigenlijk van land tot land af. Dat probeer ik zoveel mogelijk bij te houden, hoeveel keer dat er gedrukt wordt. In Nederland wordt er bijvoorbeeld meer gedrukt dan in België. Het gebeurt anoniem. Hoeft ook niet in te vullen of zo. En het is makkelijk te doen ook. Dat verbaast mij absoluut niet. Nee. Online privacy is een hot topic tegenwoordig. 20 jaar geleden was iedereen nog regelmatig onbereikbaar. Tegenwoordig is de online wereld minstens zo belangrijk als de offline wereld. De Poorter maakt al jaren installaties rond dat thema. De meeste mensen zijn net als ik vergroeid met hun telefoon. En daarover gaat dit project, Die With Me. Dat is een app die je alleen kunt gebruiken als je telefoon nog maar minder dan 5% batterij heeft. Je komt dan in een chatroom met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En hier is te zien wat zij dan allemaal met elkaar bespreken. Mensen proberen ook elkaar te leren kennen. Want het enige wat je weet van de andere personen in de chatroom is gewoon hun gebruikersnaam. En ja, sommige personen schreven ook over hoe dat ze zich voelen als ze een lage batterij hebben. Want een bijna lege telefoon geeft een ongemakkelijk gevoel. Net als de meeste installaties op deze expositie. Zoals de traffic cams waarbij je mee kunt kijken naar ongelukken. Of de beveiligingscamera die hardop benoemt wat hij ziet. I think I see a person standing in front of a mirror posing for the camera. In de expositie kun je zeker een paar waarschuwingen ontvangen, maar ik probeer dat niet te. Probeer dat op een speelse manier te doen. En natuurlijk probeer ik ook geen mensen te kwetsen of persoonlijk. Het is gewoon, wat is er mogelijk? En dat kunt je vinden in de expositie. De tentoonstelling is te zien tot en met 23 september in MU. En mensen die minder dan 5% batterij hebben op hun smartphone, die mogen gratis naar binnen.